Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de voorlaatste trekking van de win-win-win actie. De afgelopen weken hebben wij telkens 500 euro per week opgespaard om... Dag, Kerstman. Goeiedag. Ik was juist de intro aan het doen, Kerstman, dus we hebben vorige weken telkens 500 euro meegenomen. Of opgespaard eigenlijk, zodat we deze en volgende week een superpot van 2500 euro kunnen uitreiken. En deze week zelfs 2580 euro, omdat we 80 euro mee hebben genomen van vorige week. Dus we gaan over naar de eerste trekking, als dat voor je oké is. Zeker. Dankjewel. Vandaar Rick. En Rick Vandaar heeft de Giro Jongens Kinrooi genomineerd. Heeft voor 121,77 euro gewinkeleerd in onze gemeente. En gaat daarmee met de volle buit van 100 euro aan win-win-winbonnen aan de haal. De tweede winnaar is Jolanda van Eigen. Jolanda van Eigen heeft Ferre Mollebeersel genomineerd voor 119,43 euro gewinkeld afgelopen week en haar enveloppe ingediend bij Cuva Verswinkel. Zo zijn we al bij de derde winnaar van vandaag, is Erik Hendricks. Erik Hendricks heeft de Beersel Cruisers genomineerd en heeft ook voor 101,16 euro gewinkeld aan onze gemeente, daarmee ook de volle buit van 100 euro. Ja, dankjewel. De volgende winnares, het gaat snel vandaag, is Jasmin Mertens. Jasmin Mertens heeft FC Maasland Noord-Oost genomineerd en voor 75,42 euro gewinkeld hier. En haar enveloppe ingediend bij het Vitamintje. Zitten we al bij de vijfde winnaar vandaag, Roy Mans. En Roy Mans heeft Jokimo genomineerd als deelnemende vereniging en heeft voor 6,90 euro gewinkeld in onze gemeente en gaat daarmee met 10 euro aan winbonnen aan de haal. Ja, en ondertussen heb ik de volgende winnares alweer vast. En dat is Lisette Meuleneers. Lisette Meuleneers heeft Kampteam Gijstingen genomineerd voor 101,47 euro gewinkeld en haar enveloppe ingediend bij Cuva Verswinkel. Zo zijn we al bij de zevende winnaar van vandaag beland. En dat is Michel Pepels. En heeft carnavalvereniging de Rappetappers genomineerd. Heeft voor 104,20 euro gewinkeld in onze gemeente. En krijgt daarmee 100 euro aan win-win-winbonnen. De volgende winnaar is Marcel Hilkens. Marcel Hilkens heeft de Fanfare van Kinrooi genomineerd. Voor 45,80 euro gewinkeld hier. En de envelop ingediend bij de Amerikaanse Stokgele. De volgende winnaar is Jolien Javornik. Jolien heeft Koninklijke Fanfare Sint Isidorus genomineerd. Heeft voor 73,58 euro gewinkeld. En gaat daarmee aan de haal met 7 win-win-winbonnen. Oké, en dan zijn we al aan de tiende winnaar terechtgekomen van vandaag. En dat is Monique Kunnen. Monique Kunnen heeft het Pluimke genomineerd. En voor 103,76 euro gewinkeld. En de envelop ingediend bij het Vitamintje. De elfde winnaar van vandaag is Wendy Maassen. Wendy heeft FC Maasland Noordoost genomineerd als vereniging. Heeft voor 103,05 euro gewinkeld. En ook weer met 100 euro aan win-win-winbonnen deze week. De volgende winnares is opnieuw Lisette Meuleneers. Lisette heeft opnieuw Kampteam Gijstingen genomineerd. En voor 103,40 euro gewinkeld hier. En de envelop ingediend bij Cuva Verswinkel. De dertiende winnaar van vandaag is Lisian Kremers. Heeft Hello Kitty genomineerd als vereniging. En heeft voor 58,49 euro gewinkeld in onze gemeente. En gaat daarmee aan de haal met 6 win-win-winbonnen. De veertiende winnaar van vandaag is Vic Geerdens. Vic Geerdens heeft de Fanfare van Kinrooi Vrijheidszone genomineerd voor 88,63 euro gewinkeld en de envelop ingediend bij Press & Paper Clips. De volgende winnaar is Mathieu Truijen. Mathieu heeft de Broekhoog genomineerd als deelnemende vereniging en heeft voor 37,40 euro gewinkeld bij Bakkerij Martens. Dan zitten we al aan winnaar 16 van deze week. En dat is Sonja Sille. Sonja Sille heeft ook de Broekhoog genomineerd en voor 80 euro gewinkeld hier en de envelop ingediend bij Seegers Snacks. Ja, dan gaan we over tot de volgende winnaar, is Harry Ooms. Harry Ooms heeft de Kinrooise Vereniging van Gehandicapten genomineerd. Heeft voor 96,93 euro gewinkeld
bij Delhaize in Kinrooi en gaat daarmee aan de haal met 100 euro aan win-win-win bonnen. Nou, 1200 euro in de pot voor vandaag. De volgende winnares is Sanne Kesters. Sanne Kesters heeft Rode Kruis Kinrooi genomineerd en voor 17 euro en 40 cent gewinkeld. En de envelop ingediend bij het Amerikaanse stok Gele. De volgende winnaar is Theo Christus. Theo heeft de Tuimelaar Duivenbond genomineerd en heeft voor 127 euro en 20 cent gewinkeld en gaat daarmee ook aan de haal met het maximale bedrag van 100 euro aan win-win-win bonnen. Oké, de volgende winnares is Tilly Peters. Tilly Peters heeft FC Maasland Noordoost genomineerd en voor 69 euro en 87 cent gewinkeld. En envelop ingediend bij OK Kinrooi. Dan zijn we nu bij de winnares Linda Bremans. Linda heeft de Fanfare van Molenbeersel genomineerd en heeft voor 98,70 euro gewinkeld in onze gemeente en gaat daarmee ook met een maximale bedrag van 100 euro aan win-win-win bonnen aan. Oké, winnaar nummer 22 alvast voor vandaag, André Parre. André Parre heeft Taekwondo Ophoven genomineerd en voor 100 euro gewinkeld bij Juwelen Roos. Ja, dan zijn we hier bij de volgende winnaar, is Jan-Arie de Jong. Jan-Arie heeft de Giro Kinrooi genomineerd als deelnemende vereniging. Heeft voor 90,96 euro gewinkeld in onze gemeente en is daarmee aan de haal gegaan met 9 win-win-win bonnen. De volgende winnaar is Maria Vrijsen. Maria Vrijsen heeft KLJ Molenbeersel genomineerd en voor 88,81 euro gewinkeld hier en de envelop ingediend bij Spar de Molen. De volgende winnares is Alda Naukens. Alda heeft Sama VZW genomineerd en heeft voor 100 euro gewinkeld. En daarmee houden we nog 530 euro over aan te verdelen win-win-win bonnen vandaag. Oké. Dan gaan we verder naar de volgende winnaar, dat is Jean Stappers. Jean Stappers heeft Giro van Kessenig genomineerd voor 112 euro en 41 cent gewinkeld en de envelop ingediend bij de Molensteen in Kessenig. De volgende winnares is Lucien Truijen en die heeft het Heemke genomineerd als deelnemende vereniging. Die heeft voor 76 euro en 24 cent gewinkeld en gaat daarmee aan de haal met 8 win-win-win bonnen. De volgende winnaar is Peter Segers. Peter Segers heeft Kivok genomineerd voor 103 euro en 60 cent gewinkeld en de envelop ingediend bij het Simple Kick. Dan zijn we bij winnares Wendy Damen. Heeft VZW Dino genomineerd. Heeft voor 96 euro en 62 cent gewinkeld in onze gemeente en gaat daarmee ook aan de haal met 100 euro aan win-win-win bonnen. Herman Janssen is de volgende winnaar. Herman heeft Schutterij Sint-Servatius Raam genomineerd en voor 113 euro en 38 cent gewinkeld en de envelop ingediend bij Naaimachines Herman Janssen. Voilà, Vital, meneer de Kerstman, 2580 euro verdeeld over 30 winnaars vandaag. We hebben nog 50 euro die we meenemen naar volgende week, dus dan verdelen we 2550 euro. Dus volgende week ben jij er niet meer bij, denk ik, Kerstman. Maar dan zullen wij het wel weer onder ons twee doen, denk ik dan. Ja, we gaan waarschijnlijk ook de voorzitter van Unizo erbij halen, burgemeester ook volgende week. Dat de laatste editie is. Klopt. De laatste trekking en dan hebben we 2550 euro te verdelen. Ja, volgende week zal de bekendmaking ook volgende week dinsdagavond pas zijn. Dus blijf winkelen hier allemaal en graag tot volgende week.